Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een kort klein vlogfilmpje. Ja, ik ga jullie vertellen, ik heb officieel het huisje gekregen waar ik op gereageerd had. En ik moet eerlijk zeggen, het is een fantastisch mooi huisje. Hij is helemaal gerenoveerd. De muren zijn allemaal gedaan. De vloerbedekking, dat heb ik erin laten zitten. Dat gaat er dan uiteindelijk in de loop der weken, maanden, gaat dat er waarschijnlijk wel uit. Ik heb een ontzettend mooi uitzicht, jongens. Dit is de voorkant. De tuin, daar wordt nog even nog alles mee gedaan. De oprit wordt weggehaald, want ik heb geen auto, dus dat gaat weg. Maar we gaan wel eventjes een ronde doen door het huis heen, hoe het is opgeleverd. Ja, in dit huis is ook wel geleefd, maar niet echt flink. Dus op dat gebied is alles nog best wel netjes. Ze hebben echt alles, ze hebben alles gerenoveerd. Dubbelglas, mechanische ventilatie zit erin. Ze hebben een nieuwe badkamer geplaatst, ze hebben een nieuwe wc geplaatst. We gaan even door het huis heen, dan laat ik jullie het allemaal even rustig zien. Nou, dit is in ieder geval natuurlijk de deur van de woonkamer. Nou, dan hebben we hier natuurlijk de voordeur. Mijn voordeur zit dus aan de zijkant. Dus als je dus naar mij toe gaat, dan zul je dus via de zijkant naar binnen moeten. Dus dat is wel hartstikke mooi. Achter mij hebben we natuurlijk de meterkast. De wc, ja god, ik kan het zelfs laten zien met lampen al. Is ook hartstikke mooi. Je ziet dat de folie zit er gewoon echt nog op. En zelfs nog een toiletrol. Nou, komt dat goed uit, want ik wil nog gaan scheiden. Goed, nou, dat gaat voor de rest ook allemaal dicht. Ik heb al even de kennis gemaakt met mijn buren naast mij. Hele leuke mensen, wonen er al heel lang. Nou, dit is zomaar in die trappen. Gaan we naar boven toe. Vloerbedekkingtje heb ik laten zitten. We gaan ondertussen ook eventjes naar de keuken toe, jongens. De keuken is ook helemaal gerenoveerd. We hebben een fantastische mooie tuin. Daar wordt nog wel wat mee gedaan. Er wordt nog wat gemaaid. Zoals je ziet, en dat is dan het pad van mijn buren. En dan komt er ergens een scheiding tussen. En dat wordt dan eigenlijk... daar komt een schutting. En er komt ook een schutting. Die komt zeg maar hier helemaal. Maar dat komt allemaal wel goed. Dit is de kelder. Laat ik ook eventjes zien. Even kijken hoor. Dit is allemaal nog. Ja, wat dit is weet ik allemaal niet precies. Lampen. Hier heb ik de bakken staan trouwens. Kijk, daar hebben we de gijsbakken. Allemaal mooi schoon. Nog zo'n hele ouderwetse rode bak. Toen we denken aan vroeger. Echt zo'n hele ouderwetse. Voor mij met batterijen of zo, meen ik. Nou, hier kun je hartstikke mooie fiets plaatsen. Ja, er moet natuurlijk wel het een en ander gebeuren. Maar goed, keukenblok jongens, niet vergeten. De keukenblok is hartstikke mooi. Moest kijken, het zit er nog allemaal niet in. Brievenbus. Aansluiting voor gas trouwens ook. Hier hebben we ook nog een hele mooie la. Ik heb hier een huisvoudpas. Moet trouwens nog eventjes kijken hoe dat gaat. Ik moet mijn oude huis natuurlijk ook nog opleveren. Dus ja, dat wordt natuurlijk nog wel een dingetje. Hier hebben we de gas. En dan hebben we hier binnenin. Kun je de gas aansluiten. Volgens mij zit hij. Even kijken. Kijk, daar zit de gaskraan. Kijk, die kun je dat zo opdraaien. Ja, nou goed. Dan gaan wij ook even naar boven toe. Dus dat is dus naar boven toe. Brandblussertje. Nou, dan gaan we naar boven. Het is eigenlijk ook wel heel bijzonder, jongens. Want ik ben natuurlijk helemaal niet dit soort woningen gewend. Ik ben natuurlijk gewoon een benedenwoning gewend. Zonder een dinges. Dit is mijn eerste slaapkamer. Ook hartstikke mooi gelegd. Komt een lampje daar. Nou, hartstikke mooi dus. Slaapkamertje, alles zit erin. Ze hebben de vloerbedekking ook mooi gelegd. Gaan we naar de badkamer toe. En als het goed is, we hebben geen lamp. Maar hier hebben we dus een complete mooie badkamer. Alles is gewoon letterlijk nieuw. Weet je? Er zit een nieuwe slang op. Putje, tegeltjes. Het is... Ja, wasmachine trouwens. Dat gaan we natuurlijk allemaal nog doen binnenkort. Ik kan momenteel nog niks doen met mijn enkel natuurlijk. Dus het is een beetje even afwachten. En dan moet er dus nog een lamp komen. Nou, gaan we vervolgens. Ik zie ook wel schaapjes aan de overkant. Dit is de tweede slaapkamer trouwens. Die is een stuk groter. Nou, je ziet het. Het is... Zonnepanelen op dak trouwens, ook zonnepanelen. Nou, ik hou er mee op jongens. Ik heb werk aan de winkel te doen. Waar ik woon, dat zeg ik natuurlijk niet. Dat is natuurlijk allemaal privé. Maar ik heb wel een hoekwoningje en ik hoop dat ik hier nog veel van ga genieten. Binnenkort zijn we terug weer met nieuwe vlogs. Ongelooflijk.